Fijn met jullie het woord in te gaan. En ik heb wil vandaag graag met jullie nadenken over God die spreekt. Het spreken van God en ook hoe we zijn stem kunnen verstaan. En ik hoor nogal eens in mijn omgeving en zelf ook wel eens vragen over... ik vind het zo moeilijk om de stem van de Heer te verstaan. Of welke keuze moet ik maken? Er is geen briefje uit de hemel die mij vertelt wat ik moet doen. Zo zijn er heel veel mensen die soms worstelen met het zoeken van de wil van God. En in mijn eigen leven heb ik dat ook wel meegemaakt. Verschillende momenten, misschien is het heel herkenbaar. En dan zijn er zomaar vragen die misschien bij je opkomen. Bijvoorbeeld, met welke man of met welke vrouw moet ik trouwen? Met welke opleiding moet ik gaan beginnen? Welke baan? Moet ik me wel laten vaccineren of niet laten vaccineren? Moet ik naar de dokter gaan? Of moet ik in gebed afwachten tot de Heer me geneest? En zo zijn er tal van vragen die je kunnen bezighouden. En bij sommige vragen geeft het woord heel duidelijk inzicht. En dan weten we wat we moeten doen. En soms is dat best wel moeilijk. Als we moeilijke situaties meemaken. Of vragen hebben. En daarom is het zo belangrijk dat we leren als gemeente. En als mensen die de Heer Jezus kennen. Om de wil van de Heer te verstaan. En daar gaat eigenlijk deze preek over. Het is een soort themapreek. Dus we zullen een aantal stukken uit het woord lezen. Waarin we met elkaar wat principes na kunnen gaan. Om eens te leren en verder te kijken hoe kunnen we de stem van de Heer beter verstaan. En de eerste vraag die ik mezelf afvroeg, dat was van, spreekt de Heer eigenlijk wel tegen mij? Omdat we dat wel eens horen. Ik hoor het ook wel eens om me heen, dat mensen zeggen, ja, er zijn zoveel dingen om me heen. Spreekt de Heer eigenlijk? En kunnen we eigenlijk vanuit het woord van God weten dat God spreekt? Dan heb ik een paar korte versen bij. De bekendste staat in Johannes 10. Daar staat in vers 27. Ik heb zomaar een aantal losse versen. Er staat, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En dat is eigenlijk al een heerlijk vers, waardoor je kan weten dat het Gods verlangen is om te spreken. Want als hij zegt, mijn schapen horen mijn stem, dan weten we dus eigenlijk dat God spreekt. Dat staat in hoofdstuk 10 en twee stukjes terug in Johannes 8. Er staat ook een vers dat best heel belangrijk is over God die spreekt. Vers 47, dan is Jezus in discussie met de fariseeën. En dan zegt hij, wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent, zegt hij er nog bij tegen de fariseeën. Die fariseeën die volgen de Heer Jezus niet, die zijn niet in God, zou je kunnen zeggen. Dus ze horen de woorden van God niet. Maar wie uit God is, als we de Heer Jezus kennen, als zijn Heilige Geest in ons is, als we ons hart aan de Heer Jezus hebben gegeven, dan staat daar, wie uit God is, hoort de woorden van God. Dus daarom kun je ook echt wel zien vanuit het woord, dat het echt, dat God spreekt. En het mooiste vers vind ik zelf, niet om te vergelijken, maar ik vind het een heel krachtig vers, staat in Handelingen 22. Een klein beetje bladeren, maar dat vind ik wel een heel mooi vers. En dat is wel fijn om met elkaar even te lezen. Handelingen 22. En dat gaat dan over Paulus. We gaan straks iets meer stukjes lezen hoor. Dan wordt het iets meer chronologisch. En dan vers 14 en 15. Dan is Ananias, laten we even bij vers 12 beginnen. En een zekere Ananias, een godvrezend man, die leefde volgens de wet en met de goed getuigenis van alle Joden die daar woonden. Kwam naar mij toe, dus Paulus die vertelt dit, Ananias komt eraan, ging bij mij staan en zei tegen mij, Saul broeder, word weerziende. En op hetzelfde moment werd ik ziende en zag hem. En dan zegt Ananias iets heel belangrijks, in vers 14 en vers 15. En hij zei, de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want u moet voor hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. En dat vers vind ik heel belangrijk en heel mooi. Het gaat natuurlijk hier over Paulus. Paulus krijgt natuurlijk een hele belangrijke oproeping. Hij moet het evangelie ingaan om te verkondigen wie de Heer Jezus is. Maar ik geloof ook dat dit geldt voor ons. Als daar in vers 14 staat, de God van onze vaderen heeft u voorbestemd. Dat is heel krachtig. Het is niet zomaar toevallig. Hij heeft ons voorbestemd. En er staan er drie dingen. Het eerste is om zijn wil te kennen. Te weten wat Gods wil is. Het tweede, en de rechtvaardige te zien. En wij de rechtvaardige denken we natuurlijk aan de Heer Jezus Christus. Hij wordt de rechtvaardige genoemd. Dus dan gaat het erover dat we als gelovigen Gods wil kennen, dat we ook Jezus zien. En nog niet met onze natuurlijke ogen,
We zullen hem zien, we zullen hem aanschouwen, maar nu nog niet, maar wel geestelijk. En het derde, en de stem uit zijn mond te horen. Dus daarom zien we dat het eigenlijk heel belangrijk is dat we als gelovigen erop gericht zijn. Om die drie dingen te ontvangen. Hè? Zijn wil te kennen, rechtvaardig te zien, Jezus dus. En om de stem uit zijn mond te horen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, niet per se voor onszelf. Het is ook heerlijk vanuit onszelf dat we weten wat de wil van de Heer is. Een keuze die wij moeten maken. Maar in vers 15 staat, want u moet voor hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. Dus datgene wat wij zien, datgene wat wij leren, datgene wat wij horen, de stem van God doorgeven. Getuigen zijn. Getuigen zijn van wie God is. En het kan alleen als we dat ontvangen van hem. Dus vandaar dat het, als het gaat over roeping, over spreken van God, dan mogen we ons daarop toeleggen, zou je kunnen zeggen. Dan mogen we daarna uitstrekken. En God spreekt. Ja, dat is wel heel duidelijk als je zo deze gedachten of deze teksten leest. Maar dat is niet iets om voor onszelf te houden, maar om uit te delen. Misschien zeg je, nou, het staat wel in het woord van God. Ik lees het hier, God spreekt. En toch hoor ik zijn stem niet altijd. Misschien hoor je zijn stem al nooit. Hoe komt dat dan? Nou, het is heel belangrijk, als we luisteren naar de stem van de Heere God, dat we bereid zijn om te doen wat Hij zegt. En dat is eigenlijk wel een vraag. Als de Heere God tegen je spreekt, ben je dan bereid om Hem te gehoorzamen, ongeacht de uitkomst? Heel vaak zijn er mensen, en ik heb mezelf ook wel eens op betrapt, dat we een keuze maakten en hadden die keuze lang gemaakt. En dan gingen we daarna nog in gebed om tot de Heere om te vragen of hij dat wilde bevestigen. Maar eigenlijk hadden wij al lang gekozen wat we wilden. Maar het woord van God zegt ons eigenlijk dat we bereid moeten zijn om hem te gehoorzamen, ongeacht de uitkomst. Los van wat we zelf, onze eigen motieven zijn, ben je bereid om de wil van God te doen. In Johannes 7 staat, als iemand de wil heeft om zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is. Of dat ik vanuit mezelf spreek. Dus de wil om zijn wil te doen. Dat is heel belangrijk. En als we dat willen, als dat ons verlangen is, en we gaan met dat verlangen naar de Heere God toe. En zeggen, Heere God, ik wil uw wil doen. Ik ben echt bereid om te doen wat u zegt. In alles. Niet alleen in met wie moet ik trouwen, maar niet in je geldzaak. Want dat wil je misschien nog een beetje zelf in handen houden. Nee, laten we bereid zijn om in alles de wil van de Heer te doen. En als we dat verlangen hebben en zo naar hem toe gaan, dan spreekt God. En dan kan hij ons ook leiden. Nou, ik wil graag een aantal stukjes lezen. En ik begin eigenlijk een beetje in Genesis. En door de teksten heen komen we steeds verder de Bijbel in. En het eerste stukje wat ik met jullie wil lezen is het stukje over Kain. Het is best wel een lastig stukje. Ook niet het fraaiste stukje. Tenminste niet als we kijken naar wat Kain daar doet. Maar er staan ook hele bijzondere dingen in. En ik wou graag vers 3 tot en met 7 lezen. En daar kunnen we heel veel over leren, over keuzes. En hoe de Heere God daarmee omgaat. Kain en Abel zijn geboren en dan gaat in vers 3. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Kain begint. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn klein vee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Een keer in de Bijbel zie je dan altijd dat de rook van Abel zijn offer omhoog gaat. En die van Kain die gaat opzij. Maar we weten niet precies hoe dat nou gegaan is. En hoe dat eruit heeft gezien. Maar dat heeft Kain wel geweten. Kain die heeft gezien dat het offer van Abel het ervaart. En dat van hemzelf niet. Want er staat, toen ontstak Kain in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? En dan vers 7, daar gaat het eigenlijk om. Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Ja. En als je vers 7 dan goed leest, en vooral het tweede stukje, dan staat er, naar u gaat zijn begeerte uit. Vroeger dacht ik altijd dat het betekende dat onze begeerte uitging naar de zonde. Maar dat staat er niet, het is precies andersom. De begeerte van de zonde gaat uit naar ons.
Hè, we leven in een wereld met, waarin er zoveel zonde om ons heen is, waarin de macht van de zonde is, en die is erop uit om ons te laten struikelen en om onze keuzes te maken die verkeerd zijn, om de stem van de Heer niet te verstaan en om verkeerde keuzes te maken. Maar de Heere God zegt hier tegen Kain: maar u moet over hem heersen. En zelfs nu al in het Oude Testament, helemaal in het begin van de Bijbel, de Heer Jezus is nog lang niet gekomen, zegt de Heere God al tegen Kain: over die zonde heersen. Je hoeft niet de keuze te maken om je broer te vermoorden. Je moet over hem heersen. En dat was toen al, en nu in het Nieuwe Verbond, we zeggen hier als Nieuw Testamentische gemeente, is het eigenlijk nog veel heerlijker, hè, dat we mogen weten. We leven in een wereld waarin de zonde is, waarin de zonde ons omringt, waarin de zondemacht, als we niet in Christus zijn, de overhand kan nemen. Maar wij mogen en moeten over de zonde heersen, want wij kunnen over hem heersen. Hè? Johannes schrijft dat. Ik schrijf een jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Dus het is zeker mogelijk om in de Heer Jezus Christus de juiste keuze te maken. Zijn stem te verstaan en de goede keuze te maken. Maar het is wel zo dat we leven in een wereld die anti-God is eigenlijk. En gericht is om de wil van de wereld te doen. En daarom is het zo belangrijk dat we zijn stem verstaan. Want als we kijken naar wat mensen om ons heen doen, dan worden we niet zo doorgeleid. Het is niet een goede... hoe zeg je dat? Laten we ons laten richten door wat de Heere God in zijn woord zegt en door de stem van de Heilige Geest. Als we die verstaan, dan kunnen we de goede keuzes maken. En dan zomaar een vraag aan u en aan jou. Brengen jouw keuzes die je maakt, je dichter bij hem of dichter bij hem vandaan? We hebben heel veel keuzes maken per dag. Maar die keuzes die we maken, zijn die gericht om ons dichter bij hem te brengen? Of zeg je nou, de afgelopen dagen heb ik misschien wel keuzes gemaakt Die brengen mij eigenlijk dichter of verder bij hem vandaan. Dat kan ook. Laten we ons in alles wat we doen de stem van de Heer verstaan. En ik heb daar een voorbeeld bij voor de mensen die houden van geschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog, toen was de Duitsers, die bezetten natuurlijk het land Nederland, en het koninklijke die was gevlucht naar Londen. Koningin Wilhelmina, toenmalig koningin van Nederland, die was niet in Nederland, die was in Engeland, in Londen. En zij wilde toch haar volk toespreken, maar dat was niet zo makkelijk. De communicatiemogelijkheden waren nog niet zoals nu. Maar er was wel de radio. En er was ook een speciale uitzending op de BBC. Radio Oranje werd dat dan genoemd. En dat was 's morgens en 's avonds was daar een kwartiertje. Een uitzending van Radio Oranje. En dan werd daar eigenlijk de waarheid verteld. Dus als je als Nederlander de radio intikt en je luisterde naar de Duitse zenders, dan hoorde je de propaganda van de Duitsers. Maar de waarheid was te horen op Radio Oranje. Daar sprak de koningin en spraken andere mensen over hoe het echt ging. En dan werden ze bemoedigd door de koningin. Het was natuurlijk wel gevaarlijk om naar die zender te luisteren. Want de Duitsers wilden dat niet. De Duitsers wilden eigenlijk niet dat Radio Oranje gehoord werd in Nederland. En wat hadden ze nou bedacht, de Duitsers? Ze hadden bedacht, we gaan een stoorzender maken. En dat hebben ze ook gedaan, een Duitse stoorzender. En als je dan afstemde op Radio Oranje, dan was daar een hoop gekraak in de lucht. En dat was de Duitse stoorzender. En die wilde dan voorkomen dat Radio Oranje werd beluisterd. Dus er was heel veel gekraak. En er was zelfs zoveel gekraak dat het heel moeilijk werd om naar die stem te luisteren. Ja, je ziet daarin ook wel een beetje hoe de boze eigenlijk bezig is om een grote stoorzender te maken, zodat wij de stem van de Heer niet kunnen verstaan. De stem van de Heer is er wel en hij spreekt duidelijk. Net als dat koningin Wilhelmina in Londen heel duidelijk sprak. Maar door de Duitse stoorzender werd het eigenlijk moeilijk om die stem te horen. En zo is het ook als we de boze probeert om de stem van de Heer te... hij kan hem niet verstoren, maar hij kan wel andere geluiden toevoegen waardoor het zo moeilijk wordt. Nou was het overigens wel zo dat je dus een apparaatje was ontwikkeld. En als je dat verbond met de gordijnroede, dan kon je die Duitse stoorzender eigenlijk ontwijken. Dus als je gericht was op boven, dan was de stoorzender er eigenlijk niet. En dan kon je wel de stem van Radio Oranje horen. Ik vond het wel een mooi voorbeeld. Als wij gericht zijn naar boven en ons richten op hem, dan is die stoorzender van de wereld en van de boze om ons heen, dan is die er eigenlijk niet meer. En dan kunnen we zijn stem wel horen.
Toen zat ik over na te denken. Ik denk, als God spreekt, dat is eigenlijk best heel bijzonder. Want wij hebben het er vaak over in de gemeente, dat God spreekt en dat hij met ons praat en hoe dat dan gaat. Maar Psalm 8 zegt daar ook iets bijzonders over. En dat maakt het soms ook even speciaal. Is het eigenlijk wel gewoon dat God met ons spreekt? Ik heb daar zomaar twee versjes over. Er staat in vers 4 en in vers 5, als ik uw hemel zie. Als je naar de hemel kijkt, naar de lucht. Maar nu is er niet zoveel te zien, het is bewolkt. Maar in de nacht, David heeft deze psalm in de nacht geschreven waarschijnlijk. En dan ziet hij de sterren en hij ziet alles om zich heen wat daar door de Heer gemaakt is. Al die sterren, enorm veel, ontelbaar veel. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En de mensenzoon dat u naar hem omziet. En ik moest daarover nadenken. Het is eigenlijk heel bijzonder. Als je ziet hoe groot het heelal is, hoe enorm dat gemaakt is. Hoe prachtig de Heer dat gemaakt heeft. Dat hij alle sterren een naam heeft gegeven. En dat het zo gigantisch groot is. Als je erover nadenkt hoe groot en enorm dat heelal is, dan is de wereld maar zo'n vlekje. En ergens op die wereld ligt dan een Harrisveld. En dat is dan ook weer een vlekje. En daarin zijn wij nog kleiner. Dus we zijn eigenlijk zo klein. Als je het vergelijkt in grootte. En dat zegt vers 5 ook. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En de mensenzoon dat u naar hem omziet. Maar toch staat het er dat hij aan ons denkt. En dat hij naar ons omziet. En daarom is het ook iets heel bijzonders als de Heere God tot ons spreekt. En als hij überhaupt contact wil hebben met ons. Dat hij onze gebeden hoort. Dat hij tot ons spreekt. Dat hij ons stuurt. Het is echt heel bijzonder. Dus laten we ons daar ook over verwonderen. Dat hij tot ons spreekt. En betekent wel dat als die God zo groot is, dat we ook moeten leren om wel met hem op te gaan op zijn manier. Dat we niet op onze manier met hem moeten omgaan, maar op zijn manier, op de manier hoe hij het bedoelt. En ik las een tijdje terug dat er een onderzoek was van over WhatsApp gebruik. De meeste van jullie hebben wel een telefoon, de meeste gebruiken ook WhatsApp. En er was een vraag in het onderzoek en die vraag was, hoe lang mag je er eigenlijk over doen om te reageren op een WhatsApp berichtje? Wat is netjes? En die vraag hadden ze gesteld aan allemaal mensen, jonge mensen, oude mensen. En de resultaten waren heel verschillend. Oudere mensen hadden aangegeven, nou, je mag wel maximaal binnen 2 dagen reageren op een WhatsApp berichtje. Sommige mensen beginnen een beetje te lachen. Ik denk dat het komt dat mensen zijn die nog hebben de tijd gekend dat je een brief kreeg. En die brief kwam binnen en die, ja, tegen de tijd dat jij een keer thuis was om die brief te lezen, was de halve dag voorbij. En dan las je die brief en dan dacht je zo over na en je schreef een brief terug. En je moest een postzegel kopen bij het postkantoor. En voordat je een keer een brief had teruggestuurd, was het misschien wel een week verder, bij wijze van spreken. Dus oudere mensen vonden 2 dagen moet kunnen. Jongere mensen die vonden eigenlijk dat je minimaal binnen 30 minuten een reactie moet hebben gegeven. En een kwart van de jongeren die wilden zelfs per se binnen 5 minuten reactie. Want als je langer dan 5 minuten wacht, dan krijg je van die vraagtekens op je WhatsApp van, reageer eens even, want ik heb je blauwe vinkje al lang gezien. Ik weet dat je het gezien hebt, maar waarom reageer je niet? Nou, misschien is het bekend en herkenbaar. En toen dacht ik van, misschien dat het ook wel een beetje in ons is gaan zitten. Dat wij spreken met de Heer en dat we gelijk willen dat hij ons helpt. En dat hij ons aanwijst wat we moeten doen. Maar zo werkt het niet altijd. Want soms moeten we ook gewoon wachten op de Heer. En geduld hebben. En wachten tot hij spreekt. Dat is niet altijd binnen 5 minuten. Dus dat we daarin ook een stukje geduld beoefenen. En een van die stukjes die daarover gaat, over geduld oefenen, maar ook luisteren naar de stem van de Heer, is een stukje uit 1 Koningen. En dat gaat over Elia. Dat is een welbekend verhaal, denk ik. 1 Koningen 19. 1 Koningen 18 is nog bekender. Dat weten zelfs alle kinderen, denk ik wel. Dan is Elia daar op de berg Karmel. En dan is hij daar in een soort tweestrijd van wie is nou de echte God? Is dat nou de Baal met die 400 priesters of 450? Of is dat nou de Heer? En dan staat Elia daar vol geloof en vol kracht. En je ziet dan wat er dan gebeurt. Hè? Dan zijn eerst al die priesters van de Baal bezig om
om dat vuur uit de hemel te laten komen, want dat had Elia voorgesteld en dat lukt niet. En dan bidt Elia een gebed en dan daalt het vuur uit de hemel neer en hij verteert het offer. En zo, dan, daarin zie je eigenlijk dat daar kracht is en dat er overtuiging is. Hoofdstuk 19 is een totaal ander hoofdstuk, want in hoofdstuk 19 is Elia op de vlucht. Je kan het haast niet geloven, maar het is dezelfde man. En hij is op de vlucht voor Izebel. Want Izebel die vermoordt alle profeten. Nou, dat Elia op de vlucht is, is wel logisch, is wel begrijpelijk. Want alle andere profeten waren geloof ik omgebracht. En Elia die... En dan wil ik eigenlijk even lezen vanaf vers 9. Elia, of 1 Koningin 19, vanaf vers 9. En even het stukje daarvoor, hij is de woestijn gegaan. Daar heeft een engel hem twee keer wakker gemaakt om te eten en te drinken. En dan loopt hij 40 dagen lang naar de bergen Horeb, te zien in. Daar is hij dan nu. En dan in vers 9 gaan we verder. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb me zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Je ziet dat de Heer al in gesprek is, hè, met Elia. Maar dat hij eigenlijk heel erg neerslachtig is. Ondanks dat hij zo'n geweldige overwinning was bereikt op de Karmel, is hij toch neerslachtig. Vers 11. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. De Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? En dan krijgt hij een opdracht. Maar waar het mij even over gaat, is dat natuurlijk enorm veel vuurgeweld is daar op de berg Horeb. Maar we hebben ook wel het een en ander natuurgeweld meegemaakt afgelopen weken. Storm. Een vuur wordt er hier geschreven. Het gaat er over een aardbeving. En Elia die merkt dat de Heer daar niet in is. Terwijl een tijdje geleden had de Heere God juist wel de vuur gesproken op de berg Karmel. Daar was het vuur juist het bewijs dat God de echte God was. Maar hier zie je dat het vuur eigenlijk, daar is de Heer niet in. Maar wel, na het vuur komt het zuizen van een zachte stilte. En Elia merkt dat de Heer daarin is. En we kunnen dat zien in vers 13. Er gebeurt namelijk iets bij Elia. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en de ingang van de grot bleef staan. Eigenlijk zie je nu voor het eerst dat Elia gehoorzaam wordt. Want daarvoor was hij helemaal niet gehoorzaam. Want de Heere God in vers 11 gezegd, ga naar buiten en ga op de berg staan. Voor het aangezicht van de Heere. Maar dat deed Elia helemaal niet. Hij bleef in die grot zitten. En toen kwam eerst, je ziet het hele verhaal, hè, de wind, het vuur, de aardbeving. Elia is niet gehoorzaam en dan komt daar de Heere God in het suizen van een zachte stilte. En op dat moment wikkelt Elia zelfs de mantel voor zijn gezicht. Hij moet iets hebben gemerkt van de heiligheid van God die daar is. En hij gaat dan ook naar buiten. Op dat moment wordt hij gehoorzaam. En op dat moment kan hij niet anders meer dan luisteren. En toen dacht ik erover na hoe belangrijk het is om stil te zijn voor God. God is hier in de stilte. En ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik vind het nogal eens moeilijk om stil te zijn voor God als je dag soms zo vol zit. En er zijn zoveel dingen waar je soms mee bezig kan houden. Je hebt soms zoveel verantwoordelijkheden. Je werk, je mailbox, WhatsApp je hier, vraag je daar. Je hebt misschien een vrouw of een man. Je hebt kinderen voor te zorgen die soms best wel veel
tijd vragen. En zo kunnen er 100.000 dingen zijn. Nodige dingen, misschien ook minder nodige dingen. Maar ze kunnen allemaal onze aandacht opeisen. En dat het allemaal nodig is, zal best. Maar in die stilte kan God vaak tot ons spreken. En we zien op de berg Karmel dat God juist sprak door vuur. Maar dat was eigenlijk als een soort proclamatie om te laten zien wie hij was. Maar hier heeft de Heere God een opdracht voor Elia. Hij moet iets gaan doen. En dat spreekt hij in de stilte. Het is natuurlijk niet zo dat we kunnen zeggen dat God alleen spreekt in de stilte. Want de Heere God is soeverein. Hij kan op zoveel manieren spreken. Maar ik geloof wel, voor mezelf is ook een les, om stil te zijn voor God. Tijd alleen voor God. Tijd van gebed, tijd van woordlezen. En het tijdstip maakt misschien nog niet eens zoveel uit, maar dat we tijd hebben voor God. En dat we stil zijn en dat we dat niet gelijk opvullen met het kijken van allemaal mooie filmpjes van preken. Of dat we dat doen met muziek, maar dat we gewoon stil zijn. En dat we gewoon zeggen, Heer, wat heeft u te zeggen? Of dat we lezen uit het woord van God en dat we gewoon eens een tijdje stil zijn. Zonder die stilte altijd op te vullen. En stil zijn kan betekenen dat we gewoon geen geluid om ons heen hebben. Maar stil zijn kan ook betekenen dat we onze ziel het zwijgen opleggen. Die wil ook nog wel eens doorgaan. Alle stemmen van de wereld, alle emotie. Soms duurt het eventjes voordat je dat naast je neer kan leggen. Soms kost het ook. Moet het daadwerkelijk doen. Zeggen, ik leg dit even aan de kant. Ik parkeer dit even en ik ga hem alleen richten op de Heer. Het woord van God zegt het zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. Psalm 46 zegt, wees stil en weet dat ik God ben. Dus het is ook een oproep voor mezelf en ook voor ons allemaal, denk ik, om stil te zijn in deze wereld. Dus even teruggaan naar het voorbeeld van die Duitse stoorzender. Ik geloof echt dat de boze wel zo werkt. Dat zoveel geluiden zijn, die misschien niet eens allemaal verkeerd zijn, maar die eigenlijk ervoor zorgt dat we die stem van de Heer niet meer kunnen verstaan. En dan kun je hem soms missen. Dan missen we soms een opdracht, een aanwijzing van de Heer. Dat we iemand moeten bellen, of dat we naar iemand toe moeten gaan, of dat we iets moeten doen. En daarom is het belangrijk om te luisteren naar hem. Nou, we zien hier eigenlijk al in het Oude Testament hoeveel we kunnen leren van het verstaan van de stem van God. En dat is allemaal oude verbond. En toch was het toen al heel duidelijk, maar het was nog wel gericht op een individu, op Elia, op... Nou, we zien in het woord van God, zie je daar vaak personen. Maar in het oude verbond is het nog wel schaars. Er staat bijvoorbeeld in 1 Samuel, het woord van de Heer was schaars in die dagen. Maar in het nieuwe verbond is natuurlijk heel veel veranderd. De Heer Jezus is gekomen, hij is gestorven, hij is opgestaan uit het graf, hij leeft. De Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren en vanaf dat moment is er heel veel veranderd. Want we geloven als christenen, als kinderen van de levende God, dat wij nu zijn stem kunnen horen. Wat we net over hadden. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Of wat er staat in Johannes. Voorwaar ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van God zullen horen. De Zoon van God en wie hem horen zullen leven. Dus de stem van de Heilige Geest is werkzaam in ons. Als we de Heilige Geest hebben ontvangen, dan kan de Heilige Geest ons besturen, zou je kunnen zeggen. Door het woord van God. Door mensen om ons heen. Door situaties om ons heen. Maar ik geloof echt ook in de stilte. Dat we in de stilte door Gods geest geleid worden. En ik heb een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. En dat staat in Handelingen 16. Dat staat misschien iets dichter bij ons omdat het minder lang geleden is. Het gaat over Paulus. En Paulus die had het net al een beetje over het begin. Hè? Dat Paulus die opdracht had gekregen om de Zoon te zien. En zijn stem te horen. En Paulus was vol energie aan het werk gegaan om de wereld te bereiken en te getuigen van wat hij gezien had. Hij was gehoorzaam geworden aan de opdracht die hij had ontvangen. En hij deed dat niet alleen. In Handelingen 16 is Paulus weliswaar van Barnabas gescheiden, maar hij is daar samen met Timotheus. En dan is hij daar in Turkije, zouden we het nu maar zeggen. Klein-Azië heette dat vroeger. En hij is daar in vers... even kijken. In vers 2 is hij in Lystra en Iconium. En ik ben niet zo heel goed op de hoogte van de kaart van Turkije. Dus ik heb maar even opgezocht. Dat ligt een beetje in het midden van Turkije, zou ik kunnen zeggen. Maar Turkije is een heel groot land. En laten we daar even verder gaan. Bij vers 4 dan.
Dus de laatste stad waar ze waren was Lystra en Iconium. En dan ga ik in vers 4 verder. En toen zij die steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. Ze gingen de steden langs en hij vertelde in die steden over de Heer Jezus. En hij bemoedigde de mensen die de Heer Jezus hadden aangenomen. Dat staat in vers 5. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En toen waren ze dus aan het, ik denk dat ze aan het lopen waren in Turkije. En dan zijn ze op zoek naar, maar welke plaatsen moeten we nu naartoe? En dan gebeurt er iets opvallends in vers 6. En nadat ze door Frigië en het land Galatië gereisd waren, dat is een beetje centraal Turkije zou je kunnen zeggen nu, werden ze door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Dus eigenlijk gingen ze van oost naar west en ze wilden eigenlijk naar Azië toe. En Azië ligt een beetje in het zuidwesten. Wat nu, waar bijvoorbeeld Efeze lag en al die andere plaatsen waar Paulus later wel heen is gegaan. Later heeft hij zelfs 3 jaar lang in Efeze gewerkt. Maar nu mocht dat niet van de Heilige Geest. Want er staat in vers 6, werden ze door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Nou, we weten niet hoe dat is gegaan. Ik kan me zo maar voorstellen dat Paulus stil was voor God. En dat hij aan de Heer heeft gevraagd, Heere God, moet ik naar Azië toe? En dat ze daar geen rust over kregen. Of dat ze daar geen eenstemmigheid over krijgen. Want als je in een gemeente of in een huwelijk de stem van de Heer zoekt en je bent niet één, dan is dat meestal wel een reden dat daar, dat niet de wil van de Heer is. We weten niet hoe het gegaan is, maar ze werden wel verhinderd om het woord in Azië te spreken. Dus ze dachten, nou, het westen, het zuidwesten van Turkije, daar moeten we dus niet heen. Maar ze zijn ondertussen wel aan het lopen. Ze gaan verder, want er staat in vers 7, en bij Mysië gekomen, probeerden ze naar Bithynië te reizen. In Bithynië ligt in het noorden van Turkije. Het ligt echt tegen de noordkust aan. Maar de geest liet het hun niet toe. Dus ik stel me dat zo voor, dat ze dus in... ze waren aan het lopen en ze liepen steeds verder naar het westen. En ze dachten, hier moeten we dan naar het zuiden? Nee, de Heilige Geest verhindert het. Hier moeten we dan naar het noorden, naar Bithynië. En dat verhindert de Heilige Geest ook. En ook daarvan zie je weer dat later wordt gesproken over Bithynië. Dat daar veel gelovigen zijn. De brief van Petrus begint ermee. Dat hij ook een welkom heet aan de gelovigen in Bithynië. Dus er zijn het evangelie is daar wel gekomen. Maar niet op dat moment door Paulus. En ondertussen is Paulus met Timotheus... is hij aan het lopen. Het is niet zo dat ze gaan zitten en dat ze gaan wachten totdat de Heilige Geest ze vertelt waar ze naartoe moeten gaan. Ze reizen, ze lopen door. En ik heb even gekeken hoe ver de afstand was. Want uiteindelijk komen ze aan hun Troas in vers 8. En nadat ze Mysië voorbij gereisd waren, kwamen ze aan hun Troas. En dat is 700 kilometer, die afstand. Zo'n grote afstand is dat tussen... Lystra, Iconium en Troas. En in die 700 kilometer hebben ze gezocht naar de wil van de Heer. En ze zijn wel gaande geweest. Ze zijn wel voorbij gaan lopen. En ze zijn actief geweest. Ze hebben gevraagd, Heer, moeten we hierheen? Nee, dat is het niet. Moeten we dan naar de andere kant? Nee, dat is het ook niet. En zo gaan ze verder. 700 kilometer. Nou, als je Google Maps zegt dat het 144 uur lopen is. Nou, dat zou in 2 weken kunnen zijn als je heel de dag loopt. Maar ik denk dat het langer is geweest. Dus het is een proces geweest van weken waarin ze hebben gezocht naar de stem van de Heer. En dat het eigenlijk niet gelijk duidelijk was. Of wel wat niet de bedoeling was, maar ze wisten niet waar ze naartoe moesten. Later in vers 9 lezen we dat ze naar Macedonië moesten. Dat de Heer natuurlijk ook al in Iconium tegen ze kunnen vertellen, maar dat deed hij niet. Zal hij ook wel een reden voor hebben gehad. En zo zien we ook dat we daarin kunnen leren dat als we de Heilige Geest hebben ontvangen, dat we afgestemd moeten zijn op de Heilige Geest. En dat hij soms ook al 2 of 3 keer tot ons kan zeggen, nee, dit is het niet. En dit is het ook niet. Nou, wat is het dan wel? Nou, Paulus was wel in beweging en hij ging verder. En we weten niet precies hoe dat dus ging. Hoe het duidelijk was dat de Heilige Geest het niet wilde. We weten wel dat als we een stem horen, dat we het moeten beproeven aan de hand van het woord van God. Ja, dus we kunnen altijd kijken, gaat het niet in tegen Gods wil? Je kunt het beproeven bij betrouwbare broeders en zusters. Dat je zegt, joh, ik heb deze gedachte of ik heb dit verlangen. Wil je er ook eens voor bidden? Samen bidden is vaak een heel mooie manier om te ontdekken of je daarin één bent. En je motieven, zijn je motieven wel zuiver? Klopt het eigenlijk wel? Waarom wil je het? Ben je gericht op de wil van de Heer? Of is het iets wat je graag voor jezelf wilt? Dat is ook niet altijd per se fout. Maar er moet wel
beproeven. En het laatste, want ook wat Jacomijn en ik ook vaak hebben gedaan, ik denk vele anderen doen dus ook, is dat je vraagt: Heere God, wilt u de deur openen die u wilt en wilt u alle andere deuren sluiten? En dan gebeurt het soms wel eens dat er gewoon 5 deuren achter elkaar worden gesloten. Dit is het niet, dat is het niet, dat is het niet. Daar kan je moedeloos van worden. Maar God sluit die deuren niet voor niks. En hij opent echt wel een deur. En zo gebeurt het hier ook in Handelingen 16. Dat ze uiteindelijk in Troas aankomen. En Troas voelt een beetje als een soort vuik. Want ze zijn eigenlijk aan het einde gekomen van Turkije. Ik kan het nu even niet tekenen, maar ze zijn bij de westkust gekomen. Ze staan voor de zee. Ze kunnen eigenlijk niet meer verder. Wat wel mooi is, is dat ze in Troas komen ze Lucas tegen. Dat lees je bijna niet. Maar in vers 16, vers 9 gaat het ineens over in de wij-vorm. Daarvoor was het de zij-vorm. Dus ze komen daar Lucas tegen. Die was dus in Troas. Dus als ze misschien wel de kortste weg waren gegaan naar Macedonië, waren ze nooit via Troas gegaan. En dan is waarschijnlijk Lucas ook niet tegengekomen. En daar in vers 9 spreekt de Heere God wel. En 's nachts kreeg Paulus s'nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. En Macedonië lag precies aan de andere kant van die zeestraat. Dus ze waren eigenlijk aan het einde gekomen, ze konden niet verder. Het was net zoals het volk Israël in de woestijn. Ze moesten eigenlijk door de zee. Nou, en dat was eigenlijk hier ook zo. En Macedonië lag precies aan de overkant. En toen hij dit visioen gezien had, vind ik ook mooi, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen. Omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Het is misschien nooit in hun gedachte opgekomen dat ze naar Griekenland moesten gaan. Macedonië lag in Griekenland, nu dan tenminste. En ze waren gewoon bezig met Klein-Azië, met Turkije. Ze dachten dat dat hun roeping was. En er was een heel ander werelddeel. En toch was het heel duidelijk. En ze krijgen dat visioen 's nachts. En hij krijgt dat visioen. Ik kan me voorstellen dat hij iedereen heeft wakker gemaakt. Midden in de nacht heeft gezegd: de Heere God heeft mij een visioen laten zien. Misschien heeft hij ermee gewacht de volgende morgen. Maar het is niet iets wat hij voor zichzelf houdt. En hij beproeft het. Want er staat: toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen. Omdat wij eruit opmaakten. Je kan ook lezen: omdat we eruit concludeerden dat de Heere ons geroepen had. Dus ze hebben daar samen over gesproken. Ze hebben samen gezegd: joh, Paulus, je hebt dat visioen gekregen. Misschien hebben ze voor gebeden, dat denk ik. De knieën gebogen. En toen hadden ze daar vrede, kan ik me zo voorstellen. En als ze dat dus weten, ze weten: oké, dit is wel de wil van de Heer. Dan gaan we het ook gelijk doen. En er was ook geen aarzeling mee. Dus daar probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen. Dat hebben ze per schip gedaan. En zo gebeurt het ook. En zo durfde Paulus ook eigenlijk te wachten, zou je kunnen zeggen, op de stem van de Heer. Misschien wel 3 weken of 4 weken lang, 700 kilometer lang. Hij durfde te wachten, want hij wist: onze God is een levende God en hij zal spreken. En dat heeft hij ook gedaan. In Galaten 2 schrijft Paulus dat er een deur voor ons geopend was in de Heer. Schrijft hij over deze situatie. Dus als we het hebben over die deuren sluiten en openen. Later schrijft Paulus hierover dat de deur werd geopend. Mooi, hè? Dus laten we ons ertoe volharden om de stem van de Heer te verstaan. En ik vind, soms is het moeilijk, als je zoveel gedachten om je heen hebt en zo'n druk leven hebt, dan bid je wel eens ergens voor en daarna vergeet je het weer. Dan is het eigenlijk weer een soort van voorbij. Maar als we echt ons erop toeleggen om de stem van de Heer te verstaan en we volharden, dan zal Hij ons leiden. Absoluut. En dat kan dan een tijdje duren. Soms is het gelijk. Dat hangt natuurlijk van de situatie af. Maar laten we hem vertrouwen. Laten we ons volharden en ons toeleggen op de wil van de Heer. Omdat we weten dat zijn wil altijd de beste is. En dat de Heilige Geest ons altijd zal leiden in hetgene wat het beste is voor ons, maar ook voor anderen. Want we zien natuurlijk daar in Filippi, ze gaan naar Troas. Ze komen in Macedonië. Macedonië is gewoon een soort streek. En Filippi is daar ook bij. En dan, we gaan dat nu niet lezen. Maar we weten wat daar gebeurt. Hè? Dat daar Lydia haar hart opende. Dat er later die stokbewaarde komt. Dat de Heer daar krachtig werkt. Omdat ze in de wil van de Heer waren. Dus ze wisten: dit is de wil van de Heer. En daarom zegen de Heer het. Dus laten we daar ook gewoon ons op toeleggen. Om die wil van de Heer te vinden. En als we weten dat we in zijn wil zijn. Ja, wat kan ons dan nog overkomen? Wat kan ons dan nog scheiden van de liefde van Christus? Ik wil eigenlijk nog met een laatste vers
afsluiten. En dat staat in Romeinen 8, vers 28 en 29. Wordt vaak geciteerd. Sommige mensen knikken wel bevestigend. Als we het hebben over de wil van de Heer, dat is heel mooi. Vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. We zijn geroepen door de Heer en alle dingen werken mee, ook de moeilijke dingen. We hebben er vandaag van gehoord. Maar dan staat in vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is de wil van God. De wil van God is zo breed, maar als het gaat over ons persoonlijk, dan is het zijn verlangen dat wij gelijkvormig zijn aan de zoon. Dat gelijkvormig zijn aan Jezus. Dat we eigenlijk op hem lijken. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En dat is ons verlangen, daar mogen we ons naar uitstrekken. Het is in ieder geval het verlangen van de Heer, en ik hoop dat dat jouw verlangen is. Om één te zijn met Jezus. Om te lijken op hem. En dat kunnen we worden. We kunnen één zijn met de Heer Jezus, gelijkvormig aan hem, door naar zijn wil te luisteren. Door goed te luisteren wat hij te zeggen heeft en dat te doen. En de Heere God helpt ons daarbij. Want in vers 30 staat, en hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dus hij zal er alles aan doen om door zijn Heilige Geest ons te leiden, om één te zijn met hem. En om zijn stem te verstaan, maar daarin ook meer gelijkvormig te worden aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Amen.